Deze presentatie gaat over de ziekte van Besnier-Boeck. Die is ook wel bekend onder de naam ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann of onder de naam sarcoïdose. Wat we vandaag gaan doen is een stukje inleiding. Vervolgens dan klachten en verschijnselen van de acute vorm van sarcoïdose, zoals ik het voortaan toch ook zal noemen. De klachten en verschijnselen van de chronische vorm, de diagnostiek en als laatste de behandelmethode. Als eerste de inleiding. Het ziektebeeld is in 1899 voor het eerst beschreven door de Franse huidarts Besnier en later ook door Boeck en Schaumann. En zo heeft het dus ook de naam gekregen, de ziekte van Besnier-Boeck-Schaumann. Meestal wordt het trouwens de ziekte van Besnier-Boeck genoemd. Er is sprake van een chronisch ontstekingsproces en officieel wordt er dan gesproken van een zogenaamde niet verkazelde, in tegenstelling tot bij tuberculose chronische ontstekingsprocessen, granulomateuze systeemziekte. Nou, granulome houdt in dat er sprake is van een chronisch ontstekingsproces met reuscellen en epitheloïdcellen. En er is ook sprake dan van een verhoogde T-celactiviteit. Feitelijk wordt er continu een soort van antigeen aangeboden, waardoor de ontstekingsreactie in gang wordt gehouden. We noemen het een systeemziekte, omdat vrijwel alle organen in het lichaam kunnen worden aangetast. Het is een ziekte voor meestal jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar, waarvan we de oorzaak niet weten, maar waarbij wellicht ook genetische factoren een rol spelen. Bij het merendeel, zo'n 80 tot 90%, zien we dat er spontaan herstel optreedt, zij het wel na een behoorlijk lange duur. Klachten en verschijnselen van de acute vorm. Hierbij staat extreme vermoeidheid, periode met koorts en nachtzweten op de voorgrond. Evenals er kan optreden pijn in de gewrichten, vooral in de enkelstreek. De huid kan erythema nodosum vertonen. Dat zijn rode, verdikte plekken van de huid. En op de thoraxfoto is er sprake van een symmetrische paratracheale lymfeklieradenopathie, oftewel vergrotingen van de hilus-lymfeklieren. Eventueel kunnen ook de lever en mild vergroot raken en spreek je dus van een hepatosplenomegalie. In het laatste geval zullen er ook granulomateuze afwijkingen in de lever en mild aanwezig zijn. Op deze tekening zie je waar de ziekte zoal kan worden aangetroffen. Het belangrijkste gebied is natuurlijk de longen. Wat je ook op deze tekening ziet weergegeven. En op de lange duur zal het longweefsel totaal kapot gaan en spreek je van longfibrose. We zien ook bij het hoofdgebied, het kan in de hersenen zitten, maar ook hier in het aangezicht. En dan ontstaan er lesies die ook wel lupus pernio worden genoemd. Eigenlijk zijn dat uitingen van het erythema nodosum, wat verder vooral aan de onderbenen en op de romp voorkomt. De ogen kunnen worden aangetast en ook het hart en, zoals al vermeld, de lever en de mild. Op deze foto zien we erythema nodosum van de huid van de romp aan de linkerzijde en de variant erop, lupus pernio, in het aangezicht bij personen. Hier kijk je naar een foto van een oog en wat je ziet is een sterk vervormde pupil. Er is hier sprake van verklevingen van de iris aan het corpus ciliare en we spreken dan van een laat effect van iridocyclitis en dat zijn de syngeae posterioris. En deze moeten eigenlijk voorkomen worden. En als ze er zijn, moeten ze chirurgisch worden losgemaakt. Op lange termijn is trouwens ook sprake van een verhoogde kans op grijze staar of cataract. Hier zien we de longafwijkingen, die onder te verdelen zijn in vier stadia. In dit geval het eerste stadium, waarbij er beiderzijds vergrote lymfeklieren te zien zijn in de hilusregio. In stadium 2 is datzelfde aan de gang, maar zie je ook een sterk vergrote tekening van de longvaatstreek en spreken we dus van infiltratieve afwijkingen.
Stadium 3 zie je dat de infiltraten nog sterker zijn toegenomen. En van stadium 4 heb ik in deze presentatie geen foto, maar dan is er sprake van longfibrose. En dat is het eindstadium met betrekking tot de longen. De klachten en verschijnselen van de chronische vorm. Hierbij staat extreme vermoeidheid en problematiek door longfibrose op de voorgrond en daardoor kortademigheid. Eventueel kan er ook sprake zijn van extrapulmonale uitbreiding van het ziektebeeld. De afwijkingen die bij sarcoïdose kunnen voorkomen, zoals al vermeld in de longen, longfunctiestoornissen, afwijkingen in de bronchiën in de zin van littekenvervormingen en infecties. Bij de ogen zien we ontstekingen en ja, daardoor ook verklevingen in het oog. Bij de huid erythema nodosum, de lymfeklieren, met name vergroting in de hilusregio van de longen, lever, vergrote lever hepatomegalie en mildvergroting splenomegalie. In het bewegingsapparaat de gewrichtspijnen, zoals al weergegeven, met name in de enkelregio. Er kan sprake zijn van ontsteking van pezen, oftewel tendinitis, botkiefsten en spierpijnen, oftewel myopathie. In de nieren kan sprake zijn van neerslagen van calcium, we spreken dan van nefrocalcinose, en in ernstige gevallen kan er zelfs een nierinsufficiëntie aanwezig zijn. In het bloed is er sprake van een verhoogde aanwezigheid van het calcium. Diagnostiek. Eigenlijk moet de patholoog-anatoom een biopsie hebben van een van de granulomen. En dat kan door middel van een transbronchiale biopsie verkregen worden. Daarnaast kan de ontstekingsactiviteit bepaald worden door te kijken naar het aantal ontstekingscellen in een broncho-alveolaire lavage, oftewel een bal. Voor de uitgebreidheid van de longbetrokkenheid zal een CT-scan geschikt zijn en de MRI bij eventuele betrokkenheid van het centraal zenuwstelsel. Bloedonderzoek richt zich naar het calciumgehalte en eventueel moet er ook gekeken worden naar de activiteit van het hart, eventuele hartritmestoornissen door middel van een ECG. Behandeling, ja, dat is totaal afhankelijk van de activiteit van de ziekte. Zoals in het begin al gezegd, zien we dat bij 80 tot 90% een spontaan volledig herstel optreedt in 2 tot 2,5 jaar na het stellen van de diagnose. En in dat geval is een afwachtend beleid natuurlijk wel te verdedigen. Indien de activiteit in de longen toeneemt of als er extrapulmonale problemen komen, dan is er een indicatie voor hoge doses corticosteroïden. En indien er onvoldoende reactie is op de corticosteroïden, kan er ook andere medicatie gegeven worden in de zin van azathioprine, cyclofosfamide en methotrexaat. Deze behoren feitelijk tot de cytostatica, geven een enorme remming van het immuunapparaat en daarnaast een antistoftherapie in de vorm van infliximab. De invloed van medicatie op de progressie naar longfibrose is echter helaas totaal onbekend. We zien hier een beslisschema voor wanneer corticosteroïden geïndiceerd zijn. Nou, dat betekent in ieder geval dat er dan een flinke ziekteactiviteit aanwezig moet zijn of dat er ook orgaanbetrokkenheid anders dan de longen bij zit. Hier zien we dat de ingezette behandeling toch ook wel succesvol kan zijn. Linksboven zie je twee foto's van een mevrouw waarbij in eerste instantie er een enorme lupus bernio is, oftewel de erythema nodosum in het gelaatsregio, waarbij het resultaat na behandeling met prednison en methotrexaat natuurlijk opvallend is. Aan de rechterzijde zien we twee foto's waarbij er een behandeling met infliximab is geweest en er dus ook een behoorlijk positief resultaat is geweest.